is het teen geknipt. Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 31 december, laatste dag van 2018 en we hebben veel gepland voor vandaag. We gaan vandaag onder andere klussen aan Mees kamertje. Het was een helemaal mintgroen kamertje. Ik had jullie vorige keer laten zien wat de laatste staat was. Eigenlijk stond dat wel gelijk aan rommelhok. En daar gaan we nu een mooi kamertje van proberen te maken. Ik wil ook nog een beetje werken vandaag. Ik moet nog een beetje editen, de vlog van vorige week. Oliebollen kopen natuurlijk, heel belangrijk. Niet laat op de middag, want dan sta je veel te lang in de rij. Of zijn ze misschien wel op. En eigenlijk, ja echt heel erg, moeten we ook nog even naar onze zorgverzekering kijken. In de laatste uurtjes van het jaar. Je kan er maar beter op tijd mee zijn. Nu eerst even lekker ontbijten. Ger is daar bezig met Mees in de draagzak ontbijtjes maken. Ik heb gewoon maar even mijn haar in een staart gebonden. Terwijl ik eigenlijk wel had willen douchen. Omdat we dus gaan klussen. En het is ook wel heel grappig om mijn broek te laten zien. Ik zal hem even laten zien. Kijk. Die broek komt uit Thailand. Want we hebben dus 8 maanden gereisd, waarvan 2 maanden in Thailand. En ja, alle toeristen lopen daar met zo'n broek. En zo'n broek zit lekker en kost 3 euro. Dus die koop je dan ook. Dus die heb ik nu aangetrokken. Want die mag natuurlijk wel lekker vies worden. Dus we gaan ontbijten en klussen. Ik heb het bedje vanmorgen in elkaar gezet met hulp van Ger. Ik heb het bedje geel gemaakt. Ik ben wel echt super klunzig geweest. Ik ging gewoon verven. En toen heb ik... Kijk, hier zit een soort netje omheen. Nou, daar kwam natuurlijk ook verf op. Nou, ja, was dan al geel. Je kan natuurlijk niet de helft geel maken. Dus moest het maar helemaal geel. Maar het is helemaal niet geschikt om te verven. Allemaal lekker dom. Maar het bedje is geel. Moet wel nog een keer, maar misschien kan dat vanmiddag en anders morgen. En hier gaat Ger nu aan de slag met de kasten. Die worden ook geel. En ik hoor nu Mees huilen. Die was wakker geworden. Die heb ik toen gevoed. Ik heb nu een andere broek aangetrokken. En nu ga ik snel oliebollen kopen. Oelala. Kijk. Dat schiet al op. En er komen daar trouwens nog pootjes onder. En misschien is het ook nog wel leuk om iets van deurknopjes of zo te doen. Maar gaat heel goed. Nou, ik heb dus net oliebollen gekocht. En jij mag raden hoeveel ik heb gekocht. 1 oliebol kostte 1 euro. 6 oliebollen kostte 5 euro. En 10 oliebollen kostte 8 euro. Zoiets. Hoeveel denk je dat ik er gekocht heb? Ja, nu denk ik 6, maar dat komt misschien deels door jouw vraagstelling. En anders 10. 10? We zijn wel met z'n tweeën. Nee, ik heb er 6 gekocht. Jammer. Nou, terug. Nou, het is inmiddels al 9 uur en we zijn pas net klaar met opruimen en zo. De 2 kastjes hebben we nog op elkaar gezet, aan elkaar vastgezet en pootjes eronder geschroefd en vlaggetjes opgehangen op Mees' kamertje. Nou, we zijn heel ver gekomen vandaag en ik heb net allemaal lekkere hapjes klaargezet. Ik zal ze even laten zien. Kijk, de oliebollen die ik vanmiddag heb gekocht met poedersuiker en stokbroodjes, tomaatjes, noten, nog een paar olijfjes en lekkere smeerseltjes voor op de broodjes, kruidenboter, kaasjes, baba ganoush en pittige hummus. Dus wij gaan er lekker van smullen. We gaan vast nog even iets kijken. Om 10:30 gaan we in ieder geval de oudejaarsconferentie kijken. Nou, wij zitten klaar voor de oudejaarsconferentie. Wel een beetje voor de verkeerde. We wilden eigenlijk die van Guido Weijers kijken. En toen dacht ik dat hij om 10:30 begon. Maar die begon al een uur eerder. Dus toen de televisie aanging, was die al afgelopen.
Dus nu gaan we maar die van Marc Marie kijken. Alhoewel ik daar meestal niet zo super fan van ben. En dat doen we natuurlijk met een lekkere oliebol. Ik wil echt zo graag slapen. En af en toe poort Ger zo van... Joe, ben je nog wakker? Pak hem even op. Oef. Ik vind het. Nog 13 minuten. Hebben we zin in? Nog maar... Ik kan niet eens meer nadenken. Zes. Nog maar zes minuten. Je kunt het. En zelfs nu zou ik nog naar bed willen. We gaan het jaar moe in. Afspiegeling van 2018 en ik hoop niet van 2019. Waar ben jij? Hey, hallo. Ik ben hartstikke wakker en vrolijk. Met je Bianneke het nieuwe jaar in. Kijk hoe cool. Een soort speciale je Bianneke champagne. 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar, Bobby. Goedemorgen. Nou, eigenlijk is het al bijna middag. Oeps. We lagen gisteren... Mag op 1 januari. Ja, gisteren lagen we natuurlijk niet... Ja, we gingen wel bijna meteen slapen. Maar goed, opruimen, kind voeden, bla bla. Dus we sliepen denk ik 1:30. En toen tot 8:00, dus dat was een hele lange, lekkere ruk. En toen was ik nog niet helemaal uitgeslapen, dus heb ik met Mees in bed lekker samen nog even verder geslapen. Nog 1.5 uur, maar ja, toen sliep ik pas weer om 9:00, dus tot 10:30. Nou, ontbijten, aankleden, douchen, bla bla bla. Dus het is bijna middag. Maar goed, geeft helemaal niks. Lekker geslapen. Nu gaan we proberen Mees zijn kamertje een beetje verder af te maken. Gisteren zijn we dus al heel ver gekomen. Maar nu moeten de kast en het bedje moeten nog een keer. Dus Ger is alweer bezig daar. Die doet de kast nog een keertje geel. En het bedje moet ook nog een keer geel. De vlaggetjes hangen daar boven de blauwe muur. De blauwe muur hoeft niet nog een keertje. Dus dat is allemaal heel leuk en fijn. En gisteren stond daar allemaal troep. En die troep is natuurlijk niet ineens footsie. Want die troep ligt nu allemaal... Daar, in onze slaapkamer. Dus daar ga ik me even mee bezighouden. Opruimen, bed verschonen, stofzuigen. Zodat het chaos een beetje wegwerken. Mees slaapt in de box, denk ik. Dus wij gaan heel snel aan de slag. Toen was het al ineens avond. Het is nu 6:30 geweest. En vandaag hebben we gewoon heel veel geklust nog in huis. Mees zijn kamertje is bijna af. En dan gaan we lekker eten. Dan ga ik nog even een 1/2 uurtje aan het werk om mijn blog afmaken waar ik aan begonnen ben. En vanavond willen we de oudejaarsconferentie van Guido Weijers even terugkijken. Dat is heel grappig. Goedemorgen, lieve schat. Heb je lekker geslapen? Ja, heb je lekker geslapen? Wat fijn. Mama heeft ook wel prima geslapen. En nu moet ik jouw nageltjes knippen. Ja, vind je dat leuk? Het moet nu echt gebeuren. Want het lijkt net zoals... Alsof mama met een kat heeft gevochten, zo voor krassen. Ja. 1, 2, 3. Ja. En weet je wat papa en mama vandaag gaan doen? Jouw kamertje afmaken. Ja. Ja. Moet de gordijntjes ophangen. En we gaan jouw kast vastzetten in de muur voor als jij groter bent en gaat klimmen. Ja. En nog wat dingetjes inrichten. Ja. Misschien nog wat decoratie ophalen. Misschien gaan we ook nog een kleedje kopen. Ja. Allemaal voor jouw kamer. Ja. En verder moet mama een beetje bloggen. Ja.
scheldwoord dat ik ken is al in me opgekomen. Dat is echt niet leuk. Ik ging net opmeten bij het gordijn hoeveel stof we naar boven hebben geklapt, gevouwen. Zodat we het andere gordijn net zo lang konden maken. Dat ging ook niet zo goed. Er zit 2,5 centimeter verschil tussen rechts en links. Terwijl dat ding maar 1,40 lang is. Oh, jongens. Wat een dag. Wat een dag. Mijn allerbeste tip is... koop nooit kant-en-klaar gordijnen die je zelf op maat moet maken. Wij dachten dat we dat wel makkelijk konden met zo'n band. Maar het is echt kutwerk. Dat krijg je gewoon amper recht. Je bent echt heel veel tijd kwijt. En het resultaat is niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, het is nu... hoe laat is het? 6:30. Dus ik ga nu nog werken, maar ik ben echt dood. Maar... het moet toch gebeuren, dus ik ga nu gewoon beginnen. Kijken hoe ver ik kom. Ik ben moe. Ik wilde eigenlijk ook nog naar het tuincentrum om een plantje te kopen. Een kamerplant voor beneden en misschien nog een plant voor op meesterkamer. Maar ja, we waren zoveel tijd kwijt aan die gordijnen. Oh. Doe het niet. Doe het nooit. Het is niet waard. Echt niet. Zo, ik stop ermee. Ik heb 2 blogs geschreven. Dat was meer dan ik had verwacht dat ik zou doen. Dus dat is super fijn. Morgen nog 2. Vrijdag nog 2. Waarvan 1 voor neppies. En dan is dat weer weekend. In het weekend hooguit wat editen. Dus nou, gaat helemaal top zo. Ik moest net wel heel hard lachen. Ik heb van mijn tante tijdens mijn zwangerschap een heel leuk pakje gekregen. Vandaag past de meestie eindelijk. Dus... had ik meestal dat pakje aangetrokken. En hij lag op het aankleedkussen en hij was zo aan het lachen. Dus ik vond het heel leuk om een foto van hem te maken. Ik zal de foto even laten zien. Nou, dat is een hele schattige foto vind ik zelf. Maar zien jullie ook de tekst? Ik stuurde die foto dus naar een aantal vrienden en familieleden en zo toe. En toen werd ik al gebeld door mijn moeder. En ik kreeg allemaal appjes en zo. Met de vraag of ik weer zwanger was. Nou, gelukkig niet. Ik moet er voorlopig nog even niet aan denken. Maar ik moest wel heel erg lachen. Ik had er zelf helemaal niet over nagedacht. Ik dacht gewoon alleen, oh wat een leuk kleurtje. Het is lichtblauw. Staat hem heel leuk bij zijn ogen. En toen kreeg ik dus echt, ik denk iets van 8-9 keer of zo de vraag of ik... of ik zwanger ben alweer. Nou, wij willen gaan slapen. Lekker in ons schone bedje. Maar helaas denkt onze baby daar anders over. Die wil gewoon lekker rondkijken met zijn spen in zijn mond. Goedemorgen. Wij hadden weer een super goede nacht. Mees heeft lekker gewoon weer 8 uur achter elkaar doorgeslapen. Het is echt niet te geloven hoe fijn dat is. Ik heb net Mees gevoed. Ik sta verder nog in mijn pyjama. Mees staat nu met Ger onder de douche. En ik ga even snel alle spulletjes klaarleggen. Dan kan ik Mees straks weer aanpakken en Mees lekker afdrogen. Kijk, dit is dus het rompetje waarom iedereen vroeg of ik weer zwanger ben. Ik heb de vraag nu nog een paar keer gekregen. Ben je alweer zwanger? Maar het antwoord is nee. Gelukkig nog even niet. Dus nou, heel leuk rompetje met een bijpassend broekje. Maar ja, brengt mensen op verkeerde ideeën. Heb jij zo lekker gebadderd? Ja, mijn gedouchte papa. Lekker hè? Nou, dan gaat mama jou lekker aankleden. Nou, we hebben ontbeten en nu zit Mees op mijn rug. Rugdragen heb ik geleerd tijdens een consult van Andrea van Mawaho. Het leek me echt super handig om Mees op mijn rug te kunnen dragen. lijkt me nog steeds heel handig. Maar meestal ontspant Mees niet echt op mijn rug. Maar ik hou gewoon vol. Ik blijf oefenen. Want de knoop is ook niet super makkelijk. Dus dat wil ik ook gewoon goed blijven kunnen. Nou, ik hou heel erg van dragen, sowieso op mijn buik. En ik vind het ook heel belangrijk dat Mees niet
20 uur per dag of zo in de box of in zijn bedje ligt. Want ja, ik ben van mening dat kleine baby's gewoon heel veel lichaamscontact nodig hebben. En dat dragen heel belangrijk is, dat wij draaglingen zijn. Bij apen zie je dat ook terug, dat moeders altijd hun baby's dragen. Die leggen echt niet hun apen in een andere boom om weer in een andere boom met andere apen gezellig te doen of zo. Dat gebeurt daar echt niet. Maar het kan natuurlijk niet altijd als je ook nog wil werken of wil schoonmaken of iets. Dus daarom wilde ik leren rugdragen. Nou, Andrea heeft mij dat fantastisch geleerd. Maar nu moet Mees er nog een beetje aan wennen. Wij zitten in de auto. Ik heb vanmorgen een blogje kunnen schrijven over deze super toffe draagjas. We gaan eerst even langs een verloskundige praktijk. Ik heb namelijk nog allemaal spullen over uit mijn kraampakket. En ik vind het zonde om die weg te gooien, want die worden ook gewoon ingezameld om aan mensen te kunnen geven die daar geen toegang tot hebben. Dus nou, ja, ik ben in het ziekenhuis bevallen, dus ik heb bijna alles gewoon over. Nog heel veel spulletjes. Dus die gaan we eerst even wegbrengen. Ik heb gewoon een verloskundige hier gebeld, want ja, in Utrecht bij mijn eigen verloskundige was dat er niet meer van gekomen, omdat we dus gingen verhuizen. Dus ik heb gewoon een verloskundige gebeld, die was super enthousiast, was er helemaal blij mee, dus ik breng het even langs. En dan rijden we door naar een tuincentrum, want we willen nog een nieuwe kamerplant. Of eigenlijk gewoon omdat we onze oude kamerplant verzopen hebben. Oeps. En misschien ook nog een plantje voor op Mees' kamer. Gaan we nog meer doen? Nee. Ik wacht eigenlijk op het adres van jou. Ger wacht op het adres, dus ik ga de camera wegdoen en even opzoeken. Doei! Nou, wij zijn in het tuincentrum. En moet je kijken. Net de Efteling. Nou, we hebben al 372 kerstbomen gezien, maar nog geen kamerplanten. We zoeken verder. Gevonden! Dit is ook altijd een dubio, hè? Mees sliep in de auto. Dan denk je, oh, neem me mee in de autostoel. Kan hij lekker verder slapen. Maar nu is hij wakker. En dan ja, hadden we hem nou maar in de draagzak gedaan. Maar ja, Ger vindt alles te klein. Hij wil een grote bomenhuis. Een bomenhuis. Wat zal het worden? Dat wordt nog even vechten. Nou, inmiddels zit Mees bij mij in de draagzak. En hebben we een kamerplant met pot en een plantje voor op Mees' kamer met pot. Dus, mooi, gaat goed. Ik heb nog even 2 uurtjes gewerkt. We hebben net lekker gegeten. Ger heeft nog wat dingen vervangen. In die lamp heb ik nog halogeen lampjes. Er zaten nu LED lampjes en er moest dan ook een LED dimmer op. Ik bounce een beetje, want Mees is een beetje onrustig. En er staat nu ook een plantje op Mees' kamer. En die kamer is nu voorlopig wel af. Daar gaan we even niks meer aan doen. Er moeten dus nog borduurwerkjes worden opgehangen. En een kleedje zou ook nog wel heel leuk zijn. Maar verder is de kamer af. Dus daar komt die. Nou, hier hebben we dus de kast. Dat zijn 2 Ivar-kastjes. Die hebben we geel geverfd. Met een pannenkoekenplantje bovenop. En de Zazu knuffel. En daaronder zitten van die leuke zwarte pootjes. Dan hebben we daar vlaggetjes van Dille en Camilla. En de muur dus voor 2/3 of zo blauw. Deze grijze lamp van Vilt is van de IKEA. En dat Vilt komt op een paar andere plekken weer terug. Dan hebben we daar grijze gordijnen. Ook van de IKEA. Hebben we zelf op maat gemaakt. Was een ramp. Dit bordje hadden we een keer gekregen. Van kraamvisite. En het bordje heeft toevallig precies dezelfde kleur als het kamertje. En het is gemaakt door gehandicapte mensen. Dat is ook wel leuk. Hier staan nog plantjes. Maar we weten niet of die nog blijven. En hier staan van die blokken. Die heb ik van mijn moeder gekregen. Ook als kraamcadeautje. Dan hebben we hier 2 plankjes. Dat waren hele goedkope plankjes van de IKEA. Die hebben we zelf geverfd. Die poster, weet ik even niet waar die van is. Mini cactus, knuffeltjes van de Hema, grote cactus. Plankje zit trouwens echt super goed vast. Dan hebben we hier de commode, dus de hemdes van IKEA. Daar heb ik dus zelf met veel lusjes aangemaakt. Aankleedkussen met een hoes van de Hema. En deze mand is ook van de IKEA met alle hydrofielen.
Ja, en het bedje is het goedkope 40 euro bedje van de IKEA. Hebben we geverfd. De kleur is maracuja van Praxis. En dat heb ik even opgemaakt met een grijs dekentje en een hoeslakentje. Dus dit is nu de kinderkamer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Wij hebben gisteren een hele leuke avond gehad bij de buren. We lagen daar uiteindelijk denk ik rond 12 uur in. En toen konden we in één ruk doorslapen tot 8:30. Echt zo lekker. Lijkt misschien alsof we echt een super makkelijke baby hebben. En we hebben ook niks te klagen. Maar de eerste 7 weken waren echt zo zwaar. Toen sliep Mees gewoon niet in zijn bedje. Hij had heel veel last van reflux. En hij was alleen tevreden als je hem rechtop hield. Dus hij sliep echt om en om. Dus Mees dronk om de 2,5 à 3 uur. En dan de een sliep van de eerste voeding tot de tweede voeding. En dan de ander van de tweede tot de derde voeding. Ze sliepen echt om en om. En dan sliep je telkens dus 2,5 uur. En vaak kwam je dan niet heel veel verder dan 2 keer 2,5 uur. En overdag kwamen we ook nergens aan toe. Als Ger moest werken of zo, kon ik heel dag niks anders doen dan Mees vasthouden. Gewoon eten en drinken was al een uitdaging. Dus dat was heel zwaar. Maar nu gaat het inderdaad heel goed en hebben we echt zeker niks te klagen. Ik ga snel werken. Ik heb hier mijn laptop al klaarstaan. Ger is boven bezig met het verven van de deuren en deurposten. Zijn broertje komt ook vanmiddag om te helpen. En vriendin van zijn broertje die komt ook nog eind van de middag. En dan gaan we gezellig met z'n allen eten. De kerstboom moet eigenlijk opgeruimd worden. En we moeten nog even naar de winkel om boodschapjes te doen voor vanavond. En wat ik eigenlijk heel de ochtend gedaan heb, is zo refresh, refresh, refresh op YouTube. Want vandaag is dus mijn allereerste vlog online gekomen. En dat vind ik best wel spannend. Zullen we eens kijken of deze mooie jas jou wel past? Ja? Dan gaan we lekker even een boodschapje doen. Dit is een mooi jasje. Ja, ik vond mama zo jammer dat hij te klein was in de maat 50. Maar misschien past deze jou wel. Nou, dit past goed genoeg hoor. Ja, goed genoeg. Beetje groot, maar dat geeft niet. Ik heb nieuwe speentjes voor hem besteld. Deze van Bips. En deze. Want ik vind het fijn dat die stukjes voor zijn mond van nature weer gemaakt zijn. Maar de spinnen die we hadden vond ik echt wel heel erg lelijk. En deze zijn een stuk leuker. En deze is met glow in the dark. Ik ben heel erg nachtblind. Dus dat is heel handig voor 's nachts, denk ik. Dus die ga ik zo even uitkoken. Eigenlijk hoor je spinnen na 6 weken of zo te vervangen. Mees is 3,5 maand. En dit is de eerste keer nieuwe spinnen. Dus ik ben heel benieuwd wanneer jullie spinnen vervangen. Hoeveel tijd jullie met spinnen doen. Wij hebben net lekker pizza gegeten. En nu zitten daar Martin en Jetske en Ger. Mijn vlog van vorige week kijken, maar ik kan het echt niet aan. Dus ik vlug naar de keuken. Tuurlijk, tuurlijk. Wij gaan de film Game Night kijken. Gezellig. Woehoe. Zo leuk, film kijken met Ger en Femke. We hebben ongeveer al 3 minuten gekeken. En nu moet Mees een schone luier en de voeding. Dat was een hele gezellige avond. Nu is Mees wakker geworden, dus ik ga verschonen, voeden en lekker slapen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We hebben vandaag een soort housewarming / nieuwjaarsborrel. Dus dat is super gezellig. Het is al wel 11 uur 's ochtends. Over 3 uur komen dus aardig wat vrienden en familie. En we moeten nog boodschappen doen en het huis opruimen. Hier is het ook nog een beetje ontploft. Dus Ger gaat boodschappen doen, want meestal over een uurtje of zo wel weer voeding willen. En ik ga maar eens wat in huis doen. Ik begin hier. Zo, het huis is inmiddels wel opgeruimd. Nog niet schoon, maar goed. Mees werd wakker, dus die moest ik voeden. Ik ga nu proberen om Mees zijn voetje met klei in dit lijstje te krijgen. Dat hadden we gekregen voor kerst. En het lijkt me wel leuk om te proberen.
Mees, gaan we. Kom hier. Wat leuk. Hé, hey, schat. Dat is leuk. Ik had voorspeld dat jij zou zeggen, moet dat nu? Hey, gelukt. Gelukt. Wat leuk. Kijk, vind je het goed gelukt? Harder kon ik niet duwen op zijn voet. Nee, heel leuk. Mooi, netjes. Het is nu 2:30 en we zijn klaar! We hadden een hele gezellige middag, we hebben net lekker gegeten en nu zit Mees samen met Ger in bad. Het is echt zo lief, ik zou het echt wel willen laten zien, maar dat doe ik natuurlijk niet. Alleen, toen ik Mees net uit ging kleden, dacht ik, ik knip gelijk even zijn teennagels. Toen heb ik Mees in zijn teen geknipt. Oh, echt, ik vind het zo zielig. Ja, hij gaf geen kick, maar ja... Ik had wel duidelijk in zijn teen geknipt. En toen hij in bad ging, piepte hij ook een beetje. Dus ik denk dat het toch een beetje prikte. Oh, dan voel je je echt een slechte moeder. Maar goed, zo erg was het ook weer niet. Zullen vast wel meer moeders doen soms. En de volgende keer let ik natuurlijk nog wat beter op. Maar ik vond het echt heel erg zielig. Maar goed, zijn teennagels zijn geknipt. Hij zit nu lekker in bad. Gaan we zo nog even een serietje kijken. Staat klaar. Misschien nog wel chips eten. Oh, ik moet echt kilo's kwijt. Maar ik eet gewoon te veel ongezonde dingen. Maar ja, komt ook allemaal weer goed. Maar we hadden in ieder geval een hele leuke dag. Straks lekker een chill avondje. En ik denk niet dat ik nog heel veel ga vloggen. We ploffen even gewoon lekker straks met z'n drietjes op de bank. Klinkt als een goed idee. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is 9:15. En wij zitten lekker aan het ontbijt. Aan zo'n havenmout ontbijtje wat er lekker ranzig uitziet. Maar wat ik wel heel lekker vind. En wij houden vandaag gewoon een lekkere zondag. Ik zit nog in mijn pyjama. Ik heb wel tanden gepoetst hoor. En deo op en zo. En lekker een beetje wandelen vandaag. Een beetje bank hangen of zo denk ik. Boodschappen bestellen. Boodschappen bestellen. Misschien nog wel lekker een serietje kijken of zo in bed. Als Ger even een half uurtje aan het werk is met Mees. Dus nou, lekker zondagje vandaag. Oh, lieve Mees. Zullen we gewoon van iedere zondag een knuffel pyjama dag maken? Ik ben net de vlog aan het editen en ik zie dat ik de vlog gisteren helemaal niet meer heb afgesloten. We hebben gisteren echt een super lekkere dag gehad waarin niks hoefde en alles gewoon mocht. We hebben lekker gewandeld, we hebben vooral heel veel geknuffeld met Mees. Hij heeft 3 van de 4 slaapjes lekker bij ons geslapen. We hebben heel veel serie gekeken, ook heel lang geleden. Zeker 6 tot 8 afleveringen of zo. Echt, dat is heel veel als je een baby hebt. Dus nou, we hadden echt een heerlijke dag. En ik ga bij deze dus de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het super leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Helemaal gratis en mij help je er zeker mee. En laat vooral ook in de reactie weten wat je van de vlog vond. Dan zie ik jullie volgende week weer. Doeg!